Een aantal keer per jaar is er kans dat je in korte tijd veelvallende sterren voorbij ziet komen. Dat zijn de momenten dat er een meteorenzwerm langs de aarde scheert. De ruimte is onmetelijk groot. Er zweven planeten en sterren, maar ook objecten zoals kometen en planetoïden. En die laatste twee, die zijn de bron van de meeste meteorenzwermen. Een komeet is het best te vergelijken met een vieze sneeuwbal. Het is eigenlijk een mengelmoes van stof, puin, ijs en bevroren gassen. En zo'n komeet die draait in een langgerekte baan om een ster heen. Sommigen doen daar enkele jaren over, anderen duizenden jaren. Onze zon is eigenlijk ook een ster en heeft ook zijn eigen kometen. En de bekendste daarvan is de komeet van Halley. Wanneer een komeet tijdens zijn reis langs een ster reist, wordt het warmer. IJsdeeltjes zullen gaan sublimeren en dat betekent dat ze van een vaste vorm direct overgaan naar een gasvorm. Er ontstaat eigenlijk een soort mini-atmosfeer rondom de harde kern van de komeet en die wordt ook wel de coma genoemd. Door allerlei krachten, waaronder de zonnewind en chemische processen, wordt een deel van de coma omgevormd tot een lange staart, de plasmastaart. Deze is altijd afgekeerd van de ster. Hij heeft de kleur blauw en is variërend in lengte. Hij kan 100.000 kilometer lang zijn en soms wel 100 miljoen kilometer lang. Door alle krachten die bij de reis van de komeet komen kijken, worden er ook stofdeeltjes de ruimte ingeslingerd, meteoroïden. Deze hebben vaak de grootte van een zandkorreltje, maar kunnen ook de grootte hebben van een kiezelsteen. Al deze stofdeeltjes samen vormen ook een staart, de stofstaart. En deze kun je ook zien, hij oogt wit en dat komt door het licht dat hij reflecteert. Een stofstaart kan ook enorm lang worden, tot wel 10 miljoen kilometer. En hij is ook van de ster afgekeerd, net als de plasmastaart. Maar wel net onder een andere hoek, waardoor ze toch allebei goed te zien zijn met bijvoorbeeld een telescoop of soms zelfs het blote oog. De stofdeeltjes waaieren in de loop van de tijd weliswaar uit, het grootste gedeelte blijft toch in de baan van de komeet aanwezig. En wanneer de aarde deze stofbaan doorkruist, dan botsen deze kleine deeltjes heel hard tegen onze atmosfeer aan. Bij de hitte die ontstaat, treden chemische processen op en komt licht vrij. En dat noemen we een meteoor, of in de volksmond een vallende ster. Wanneer het object in de dampkring niet volledig verbrandt, maar op aarde valt, dan spreken we van een meteoriet. Meteoren van een meteorenzwerm schieten willekeurig langs een plek aan de hemel. Maar wanneer je het spoor van een meteoren terug zou trekken, dan kun je zien dat het niet willekeurig is, maar dat ze uit hetzelfde punt zijn vertrokken. En dat punt, dat noemen we de radiant. En die radiant die ligt in of nabij een sterrenbeeld en de meteorenzwerm draagt dan ook de naam van dat sterrenbeeld. Zo komen de Orioniden bijvoorbeeld uit het sterrenbeeld Orion. En andere bekende meteorenzwermen zijn de Geminiden, de Perseïden en de Bootiden. Hoeveel meteoren er te zien zijn, dat verschilt per jaar. Dat hangt af van de concentratie stof in het gebied waar de aarde de baan van de komeet kruist. En soms is de concentratie stofdeeltjes zo hoog dat het tot een sterrenregen komt, met meer dan 1000 vallende sterren per uur. Zoals bijvoorbeeld de Leoniden op 13 november 1833, waarbij ooggetuigen uit de Verenigde Staten spreken over vallende sterren zoveel als sneeuwvlokken. Wauw. Om dat in het echt een keer te kunnen zien, dat moet toch fantastisch zijn?